Hij besloot in 2006 het roer volledig om te gooien om te werken aan zijn fysieke en mentale gezondheid. Dit was zo'n succes dat hij besloot om ook anderen te gaan helpen. Vanuit zijn zolderkamer in Zeewolde richtte hij Personal Body Plan op en inmiddels kent het concept meer dan 300 coaches door heel Nederland. Ik heb het over niemand minder dan Tom Barthen van Changing Life. Pak je lunch erbij en ik heet jullie hartelijk welkom bij Fit Nation Lunch & Learn. Welkom. Ja, dankjewel. Tom, dankjewel. Ila. Dankjewel. Ja, leuk goed dat je er bent. Ja, leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, absoluut. Mooie dag, want gisteren zijn de sportscholen opgegaan. Ja, top. Hoe was dat voor jullie? Ja, dat was echt top. Na 5 maanden dicht te zijn geweest, was het wel heel mooi om te zien weer dat de Changing Life Hub in dit geval open ging. Om 6:30 ochtend stonden de eerste mensen alweer te trappelen. Om naar binnen te gaan. Dus ik denk dat er wel heel veel mensen zijn die echt behoefte eraan hadden dat de sportscholen... Ja, je ziet hoe groot die behoefte inderdaad is om weer naar de sportschool. Ben jij al geweest, Ida? Ik ben al geweest. Goed, ja. Sterker nog, ik liep naar de sportschool en ik keek blijkbaar zo blij dat ik op straat werd gestopt door een jongen die vroeg waarom ik zo blij aan het kijken was. Zei ik, ja, ik ben onderweg naar de sportschool. Ja, mooi. Ja, ik ben zelf helaas nog niet geweest, maar ik ga morgen. Dus je moet maar een plekje zien te vinden, want dat is ook nog een uitdaging. Ja. Zoveel mensen willen gaan. Hey, ik gaf net al een intro over jou, heel beknopt. Maar misschien kun je zelf nog even jezelf voorstellen en een beetje ons meenemen door het verhaal van Personal Body. Ja, tuurlijk. Nou ja, mijn naam is Tom Barthen, ik ben 34 jaar. Ik ben dus de oprichter van Changing Life, waaronder Personal Body Plan. De meeste mensen kennen Personal Body Plan wel, Changing Life nog niet zozeer. Dus dat is ons doel dit jaar, om Changing Life meer op de kaart te... Even rebranden. Op de kaart te zetten, omdat ik denk dat dat onze echte holistische visie naar buiten brengt. Zoals je al zei in de intro, begonnen bij mezelf eigenlijk vanuit eigen frustratie. In 2006 alweer. 4 september 2006, om precies te zijn. Ja, we hadden het net al even over, over onze leeftijdsverschil. Ja. Nou, toendertijd kwam ik dus van een zuipvakantie op Kreta terug, Gersonisos. En ik zag een foto van mezelf in een zwembadje. Toen dacht ik, dat ziet er niet heel erg gelukkig uit en ook niet heel erg fit. Dus dat was... staat ook vol ornaat op jullie website. Ja, zeker. En in het boek. Dus die komt overal wel terug. En dat is ook al, ieder jaar vieren we ook al die dag, 4 september, zeg maar. Omdat het gewoon een belangrijk moment voor mij was. Om mijn leven om te gooien en weer de regie over mijn leven te nemen. Want er zijn natuurlijk meerdere factoren waardoor je letterlijk en figuurlijk niet... lekker in je vel zit. En dat had ik ook. En dat had ook vooral met privé te maken. Mm-hmm. Dus ik dacht toen, ik ga het roer omgooien. En mijn eerste stap was om weer fit te worden. En ik ging naar de sportschool. En dat veranderde eigenlijk alles voor mij. Het is echt het sneeuwballetje geweest. Ja. Dat steeds groter werd. Ja, zeker. Ik vond het super fascinerend dat je in de sportschool dus gaat werken aan je lichaam. Maar dat tegelijkertijd ook een hele grote impact heeft op je mentale welzijn. En dus dat je het gevoel dat je lichaam een soort van maakbaar is, dat gaf mij ook het gevoel van hey, ik kan ook wat van mijn leven maken. En nee, je hebt niet op alles in het leven invloed natuurlijk, dat hebben we wel gezien met corona. Maar je hebt wel keuze hoe je met bepaalde situaties omgaat. En dat raakte mij ontzettend. Dus van daaruit eigenlijk begonnen en daar een passie voor ontwikkeld en het gevoel wat ik zelf ervaarde. En toen dacht je, dit wil ik ook andere mensen laten voelen. Ja, ik gun dit andere mensen ook. En wat ik dus ook heel interessant vond, is dat ik naar die sportschool ging en mensen om me heen zag die er allemaal verschillend uitzagen natuurlijk. Dus ik vond het sowieso heel gek dat iedereen toentertijd nog hetzelfde trainingsschema kreeg. Ja, hoe kan dat nou? Yeah. En dat met alleen training je er niet gaat komen. Dat er meer kernelementen van belang zijn om je gewenste resultaat te behalen. Want ik wilde die bierspier inruilen op iets wat leek op zichtbare buikspieren. Ja, dus want die 4 kernelementen die komen ook terug in Personal Body Plan. Ja, precies. Dus, en wat zijn? Gedrag, voeding, training en herstel. En we noemen het ook altijd in die volgorde. Dus het is wel best wel interessant dat gedrag natuurlijk op 1 staat. En dat is denk ik ook wel, als je kijkt naar de fitnessbranche waar ik denk dat het naartoe gaat... is dat we ervoor moeten zorgen dat mensen het ook daadwerkelijk vol gaan houden. En dat is denk ik een hele complexe vraag waar we elkaar voor nodig hebben om daar ook een antwoord op te kunnen geven. Zeker. Goed, en toen ging jij andere mensen helpen? Ja, dus zoals je zei, ik woonde in Zeewolde. Dat is een klein dorpje in Flevoland. Ik was daar in de gym. Ik zag ook dat heel veel mensen afhaakten, dus dat vond ik ook interessant. Die begonnen heel gemotiveerd, maar na een paar weken of misschien iets langer haakten ze toch weer af.
Dus dat was ook wel interessant om te zien, want ja, uiteindelijk is consistentie de sleutel tot succes. Dus je moet echt je gedrag veranderen, gewenste gewoontes creëren. Dus dat zag ik. Dus ik had die kernelementen gedrag, voeding, training en herstel. Want ja, die zijn vanuit onze optiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar dan heb je dat natuurlijk, want dan heb je een plan, zeg maar. Want ik dacht ook, ja, dat moet worden gegoten in een plan, in een persoonlijk plan. Maar dan ben je er nog niet, want je kan wel de kennis hebben en het plan, maar als je het vervolgens niet in de praktijk brengt, ja, dan komt er uiteindelijk nog niks van terecht. Dus een coach is ook heel erg belangrijk, die je motiveert en stimuleert, ja, om het ook daadwerkelijk vol te gaan houden. Dus vandaar dat ik dacht, hey, personal body plan, je personal trainer, lifestyle coach, voedingsdeskundige in je broekzak eigenlijk, zoals ik het nu beschrijf. Toentertijd niet zo begonnen, want ja, mobiele technologie was er eigenlijk nog niet. Dus ik begon heel simpel, in een MVP noemen ze dat. Het was eigenlijk gewoon een PDF-documentje, dus net zoals dat wij hier nu zitten, deed ik een intake. Ja. En dan maakte ik in een PDF-documentje maakte ik iemand zijn personal body plan op basis van die kernelementen, gedrag, voeding, training en herstel. En dan deed ik coaching via de e-mail. Dus het was wel al digitaal. Ja, dus ik deed al wel een soort van digitale component zat erin. Ik vind het wel grappig dat je zegt van met een simpel PDF en via e-mail. Kijk, wij vinden dat misschien op dit moment simpel, maar ik weet zeker dat er nog heel veel personal trainers en coaches zijn die het op die manier doen. En die misschien ook wel naar online willen gaan, maar daar gaan we het straks uitgebreid over. Ja, ik denk dat het heel logisch is dat je op die manier begint inderdaad. En dan gaat kijken, kijk, toentertijd, het was 2008. En je moet je voorstellen dat bedrijven als Facebook, et cetera, die kwamen echt met hun mobiele technologieën toentertijd. Dus ja, zover waren we ook nog helemaal niet. Maar ik denk dat zelfs voor die periode was PT eigenlijk nog niet digitaal. Nee, maar ik zag al wel heel snel van, ja, als ik mijn missie is om zoveel mogelijk mensen te helpen meer uit het leven te halen. Als ik dat wil doen, ja, dan kan ik dat wel in Zeewolde daar doen, maar dan ga ik niet zoveel mensen kunnen helpen. Dus toen was ik al vrij snel op die manier aan het denken. Ik denk dat het ondernemende er altijd al wel een beetje in heeft gezeten en het creatieve. Zo zag ik dat. En toen ben ik wel gaan kijken van, hey, dat PDF-je, ja, dat... Om het verder te personaliseren en het schaalbaarder te maken, ja, dan ga je toch ook snel kijken naar technologie. Dus dat is eigenlijk de vervolgstap daarna geweest, is dat ik op mijn 19e mijn spullen heb gepakt en naar Amsterdam ben verhuisd. Om het concept eigenlijk verder uit te werken. En misschien ook nog wel goed om te vertellen is dat ik al helemaal in het begin eigenlijk al een moederbedrijfje had. Dat heette Forest Decor, vanuit die vier is de kernfilosofie. En personal body plan was één van de oplossingen daarvan. Nou, Forest Decor is nu Changing Life geworden, omdat, ja, Changing Life zegt het eigenlijk al, willen mensen helpen meer uit hun leven te halen. En dat betekent vaak dat ze een positieve verandering moeten maken in hun leven. Ja. Dus dat is meer Changing Life. En van daaruit richten we ons op drie domeinen, body, mind en life, die vanuit onze optiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Mm-hmm. Dus we zijn inmiddels ons aan het verdiepen en aan het verbreden om, ja, mensen echt in hun leven te kunnen helpen. Ja, want als we eens even inzoomen op personal body plan, je zei het eigenlijk al, een coaching in broekzak. Ja. Kun je het concept iets verder uitleggen? Ja, dus ik deed het dus in PDF-documentje, coaching via de e-mail. En op een gegeven moment ben ik naar Amsterdam verhuisd, omdat ik denk dat het als ondernemer heel erg belangrijk is om de juiste mensen om je heen te verzamelen. Dus ik probeerde mensen om me heen te verzamelen die in andere dingen veel beter zijn dan dat ik daarin ben. Dus bijvoorbeeld, ik ben operationeel, dat is gewoon mijn kracht niet. Dus ik weet van, hey, daar moet ik mensen om me heen verzamelen die daar gewoon veel beter in zijn. Ook je kracht, om je eigen krachten niet te kennen. Zeg maar. Absoluut. Ja, precies. En ik dacht van, in Zeewolde, ja, dat wordt lastig. Dus ik ga naar de grote stad. Ik ben sportmanagement en een ondernemer gaan studeren aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Ook om het concept verder uit te werken. En ik wist dat je daar ook stage moest lopen. Dus ik ben tijdens mijn schoolperiode ben ik stage bij mezelf gaan lopen. Omdat ik mijn tijd zo goed mogelijk wilde benutten. Ik had geen tijd om stage te lopen bij andere bedrijven. Dus ik was heel blij dat school daarmee instemde. Hoe werd dat een beetje ontvangen in jouw omgeving? Dat je al zo'n groot doel voor ogen had? Nou ja, dat is niet altijd het geval geweest hoor. Ik heb best wel gestruggeld. Ik heb bijvoorbeeld al meer dan 20 jaar inmiddels geen contact met mijn vader. Dus weet je wel, in mijn jeugd had ik best wel wat struggles. En
ik wist wel dat ik iets kon in het leven, maar ik wist niet precies wat. Hm. Nou, en toen kwam dat ondernemen meer naar voren. Dus eigenlijk vanaf toen heb ik echt mijn passie gevonden. Ik heb meerdere scholen of meerdere opleidingen ben ik begonnen, niet afgemaakt. Maar nu had ik echt zo'n passie gevonden en echt, ja, wel echt een hoger liggend doel, zeg maar. Dus vandaar dat ik sportmanagement en ondernemen ging studeren. En opeens begon ik daar dus ook tienen te halen. Dus mensen in mijn omgeving zagen ook wel echt van, wow, oké, ja. Weet je, hij heeft nu echt iets gevonden waar die echt veel uithaalt, veel voldoening uithaalt. Ja, en toen ging je stage lopen bij jezelf? Ja, en dan had ik een begeleider vanuit school, Paul Lammers. Nou, die is ongetwijfeld ook wel bekend binnen de branche. Shout-out. Ja, zeker, zeker. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd, dus daar ben ik echt super dankbaar voor. En hij was mijn stagebegeleider. Dus ik begon opeens tienen te halen, echt ongelooflijk. En ik deed al opdrachten vanuit het derde jaar in het tweede jaar. Ja. Dus dat was onder andere het schrijven van een ondernemingsplan. En daar heb ik het concept Personal Body Plan eigenlijk verder in uitgewerkt. En toen kwam ik erop van, die technologie die is zich zo aan het ontwikkelen. En mijn doel is nooit geweest om technologie te ontwikkelen. Ik denk altijd eerst vanuit de inhoud. En vervolgens kijk ik van, hoe kunnen we dit schaalbaar maken? En hoe kunnen we dus technologie inzetten als mechanisme om meer mensen te kunnen helpen, zeg maar. Ja, want en dat jouw inhoud is zoveel mogelijk mensen fitter krijgen, fysiek, ja, mentaal. Ik denk dat dat meer onze missie en visie is. Dus onze missie is be a life changer. Dus wij willen life changers zijn. Dus wij willen mensen in de positieve zin hun leven veranderen. En daar is inhoud voor nodig, weet je. En dan kijken we, hoe kunnen we hier technologie voor inzetten om onze kennis en onze oplossingen toegankelijk te maken en betaalbaar ook voor zoveel mogelijk mensen, in dit geval nu in Nederland. Maar de ambitie is natuurlijk om dat op termijn ook buiten Nederland te doen. Ja. Nou, dat was eigenlijk toen al de visie. In het derde jaar ondernemingsplan geschreven en daar kwam ik eigenlijk meer op van, personal body plan als je personal trainer, lifestyle coach en voedingsdeskundige in je broekzak. Dus alles in één app. Dus gedrag, voeding, training en herstel. En je dus je persoonlijke online coach die je op afstand gidst om je plan ook daadwerkelijk uit te voeren. En wat daarin heel erg belangrijk is dat de coach niet de inhoud maakt. Dat doet ons team van experts. Dus we hebben daadwerkelijk een team van experts, denk aan voedingsdeskundigen, trainingsexperts, et cetera, die de inhoud van het plan maken. En de coach is degene die je begeleidt tijdens het proces. En dat noemen we team around the team model. Okay. En wat is dan het onderscheidend vermogen van de coach, als het eigenlijk een doorgeefluik is? Nou, je hebt natuurlijk, jij hebt waarschijnlijk een andere type coach nodig dan dat ik als coach nodig heb. En inmiddels hebben we dus, zoals in de intro al aan werd gegeven, meer dan 300 coaches door heel Nederland. En die match tussen de member en een coach is echt van cruciaal belang. En dat heeft dus onder andere te maken met persoonlijkheid. Ik heb ook even mijn research gedaan, uiteraard. En ik ben op jullie website gaan kijken. Ja. En je moet een 16-tal vragen volgens mij beantwoorden. Ja. Een soort van screening wat voor soort coach je nodig hebt. Dus wil je eigenlijk iemand die van dezelfde leeftijd is, welk geslacht, maar ook wat voor, waar je op gecoacht wil worden. Dat soort zaken. Ja, dus en dan word je echt gematcht aan de... Ja, dus dan coach. Uiteindelijk kan je dan... Dus wij doen een voorstel van welke coach het beste met jou matcht eigenlijk. Dus dan hebben we een aantal voorstellen. En op basis daarvan heb je dan dezelfde autonomie, zeg maar, om een keuze te kunnen maken welke coach jij denkt dat het beste bij je past. Ja. En je kan altijd kosteloos wisselen van coach. Want we hebben bijvoorbeeld veel vrouwen die we begeleiden. Het kan natuurlijk zijn dat op een punt in hun leven ze zwanger worden. En daar hebben we dan een speciaal pregnancy plan ook weer voor. Dus we hebben verschillende doelgroepspecifieke plannen en een pregnancy plan. En dat betekent dus ook dat sommige coaches die deelnemer niet kunnen coachen. Ja. Dus daar hebben we weer speciale opleidingen voor. Nou, zo zorgen we er elke keer voor dat er een match is. En de member die beoordeelt ook de coach. Zodat we ook die kwaliteit waarborgen, zeg maar. En de coach zich natuurlijk ook weer door kan ontwikkelen. Dus zo zijn we het eigenlijk een heel ecosysteem aan het creëren eigenlijk om uiteindelijk de member te kunnen helpen. En je zei meer dan 300 coaches. En hoeveel leden hebben jullie inmiddels die daar al onder? We hebben een hele hoop leden. Ik doe geen uitspraken over hoeveel we precies hebben. Het verschilt ook per coach hoeveel members ze hebben. Want coaches kunnen zelf hun capaciteit openzetten.
Dus die kunnen zelf bepalen van hey, hoeveel coach, hoeveel members wil ik begeleiden. Maar om je een beeld te geven, ik denk dat we in elk dorpje inmiddels in Nederland wel members hebben. Ja. Om een beetje over de toegankelijkheid te hebben. Ja, en inmiddels ook al een deel in België al. Zijn de meeste coaches fulltime coaches of eigenlijk toch meer toevoegend? Nee, dus hoe wij in ons model doen, ik zei het al, van die experts zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Dus die maken de inhoud van het plan. Dat doet de coach niet. De coach is degene die eigenlijk motiveert en ervoor zorgt dat je het volhoudt. En die coach en die expert die hebben ook weer contact met elkaar. Dus stel dat een coach ergens niet uitkomt, dan kunnen ze ook weer direct met de expert communiceren. En dat maakt het gewoon een heel mooi model. Dus zo hebben we eigenlijk de inhoud zeg maar meer gewaarborgd. Ja. Ik denk dat het concept wel helder is. Jullie visie is ook helder. Mensen meer uit hun leven laten halen, fitter krijgen. We hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. En wat ik heel interessant vond is dat je zei, wij coachen op basis van een biopsychosociaal model. Ja. Hele mond vol. Ja. Wat houdt het in? Nou, dat is eigenlijk een verklarend model wat in 1977 door de heer Engel eigenlijk werd gepubliceerd in een artikel. En dat zegt eigenlijk dat biopsychosociaal, dat biologische, psychologische en sociale factoren, dus meer omgevingsfactoren, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als je kijkt naar zowel gezondheid als ziekte. Dus het is meer een holistisch geïntegreerd model. En dat vormt eigenlijk de basis. Ik vertelde toen straks al dat we vanuit Changing Life dat model dus als basis gebruiken. En wij hebben daar een praktische vertaalslag eigenlijk aan gegeven door body, mind en life. Ja. Zeg maar met elkaar te verbinden en te integreren. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld Personal Body Plan, dan zie je al dat we daar ook al de pijler gedrag in hebben. Dus dat zegt het eigenlijk al dat we vanuit die inhoud redeneren. Van op die manier coachen wij. Want waarom is het volgens jou zo belangrijk om dan op al die aspecten te coachen? Omdat ze interacteren met elkaar. Dus een verandering in het ene domein heeft vaak ook een directe verandering in het andere domein. Heb je daar voorbeeld van? Nou ja, als je kijkt, het kan iets relatief kleins zijn, zeg maar. Dus wij zien ook wel dat als wij mensen coachen bijvoorbeeld en ze gaan verhuizen, dat opeens impact heeft op wat ze gaan eten of hoe ze slapen. Ja. Dat is iets heel relatief kleins wat een hele grote impact kan hebben. Maar bijvoorbeeld ook je sociale omgeving. Dus nu mogen de terrassen weer wat meer open. Dus we gaan ongetwijfeld het terras op met vrienden en vriendinnen weer wat alcoholische versnaperingen nemen. Uiteraard. En, guilty as charged. Ja, precies. En daar zie je al hoe je beïnvloed gaat worden eigenlijk door je omgeving. Dus stel je voor dat jij met jezelf hebt afgesproken. Nou, vandaag ga ik één drankje nemen. En je vrienden en vriendinnen zeggen, je kan toch nog wel eentje extra nemen. Dan is de kans best aanwezig dat je dat toch gaat doen. Maar het moet ook kunnen, toch? Het moet absoluut kunnen. Dus het is niet zozeer dat wij houden helemaal niet van goed of slecht. Want daar geloven wij helemaal niet in. Wij geloven echt in een lifestyle. Maar het is meer om je een idee te geven dat die domeinen hebben dus allemaal invloed op elkaar en beïnvloeden elkaar. Dus meer vanuit het holisme, de complete mens, zeg maar, een geïntegreerde aanpak. Dat is echt waar wij naar streven vanuit Changing Life ook. Ja. En waar we richting de toekomst nog veel meer aandacht aan zullen schenken. En denk je dat binnen de fitnessbranche daar nog veel in te halen valt? Want je ziet nu vaker dat er personal trainers zijn die echt puur focussen op de training, maar niet zozeer op de voeding. En voedingsdeskundigen die weer op de voeding, coachen. Ja, ik denk dat het al door de jaren heen, denk dat daar al best wel wat stappen in zijn gezet. Je moet je ook afvragen, is de naam sportschool, past dat nog bij de toekomst? Ja, want jullie, ik ga het geen sportschool noemen, maar jullie gym heet de hub. De changing, bij ons op kantoor mogen ze het woord sportschool eigenlijk niet gebruiken om de changing life hub te beschrijven. En dat is niet omdat ik negatief ten opzichte van de sportschool kijk. Alleen de changing life hub is synoniem voor NAV en NAV betekent verbinding. Dus daar brengen wij eigenlijk onze visie, onze filosofie vanuit wat wij noemen de complete lifestyle experience, brengen we daar eigenlijk onder. Onder één, denk je dat het in de branche daar ook naartoe moet? Ik denk dat als we die member centraal, of het lid, hoe je het wilt noemen, wij noemen dat dus een member. Je bent ergens onderdeel van de community. Ja.
Denk ik wel richting de toekomst. Als we die member centraal stellen en we willen die member helpen om de beste versie van zichzelf te worden, dat het daar automatisch meer naartoe gaat. Dus dan kun je niet meer om die vier aspecten heen, zeg maar. Ja, ik denk zelfs meer dan die vier aspecten. Dus ik denk ook als je kijkt naar de sportschool, denk ik, daar komt die community bij elkaar. Dat je denk ik ook op mentaal wel bevinden. Denk ik dat de sportschool ook best wel een grote impact kan uitoefenen. Denk je dat elk lid daar ook dezelfde behoefte naar heeft? Want niet iedereen is op zoek naar die community. Nee, ik denk niet dat dat voor iedereen hetzelfde is. Dus daarom zal je het uiteindelijk ook weer persoonlijk moeten toepassen. En uiteindelijk, weet je, wij zeggen altijd, doe wat werkt voor jou. En als consistentie de sleutel tot succes is, is iets wat je vol kunt houden, is het allerbelangrijkste. Dus dan moet je ook wel doen wat werkt voor jou. Zeker. En hoe zou jij... Ik kan me voorstellen dat er heel veel personal trainers, misschien beginnend personal trainers, coaches zitten te luisteren en denken, hier kan ik wel wat mee. Ik wil wel die meer holistische aanpak. Ik wil gaan coachen op gedrag, voeding, training, herstel. Wat zou je aanraden? Hoe kun je bijvoorbeeld het beste coachen op mind of life? Want ik kan me voorstellen, als je geen psychologie hebt gestudeerd of daar niet in thuis bent, dat het heel moeilijk is om op het psyche te coachen. Ja, ik denk dat je sowieso allereerst moet afvragen, past het bij je om daarop te coachen? Want ook als trainer of coach of als sportschoolketen of sportschool, is het denk ik ook belangrijk om jezelf af te vragen, wat past bij mijn DNA? En daar ook dichtbij te blijven. Dus als technologie iets is wat niet bij je past, of online, waarom zou je het dan doen, zeg maar? Dus ik geloof wel heel erg in dat je, als je doet waar je goed in bent, dat de mensen ook wel naar je toe komen. Dus dat is denk ik een belangrijk aspect. En als je er vervolgens mee begint, er zijn natuurlijk meerdere opleidingen te volgen. Wij hebben onze eigen academy, waarin we onze coaches opleiden. Nou, die academy wordt weer vormgegeven door onze experts. De experts leiden weer de coaches op. En zoals ik al zei, bij ons zijn de experts echt verantwoordelijk voor de inhoud. En de coach is degene die het proces begeleidt. Dus het is daar je echt meer in verdiepen. Bij ons gaat het ook heel erg over gewoontes. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar ons dagelijks leven, dan doen we veel op automatisme. Dat moet ook wel, want anders als je over alles heel erg bewust moet nadenken. Als je gaat autorijden en je moet overal over nadenken wat je aan het doen bent, dan gaat dat natuurlijk op lange termijn gaat gewoon niet werken. Geautomatiseerd gedrag, gewenste gewoontes eigenlijk ombuigen, of ongewenste gewoontes eigenlijk ombuigen naar gewenste gewoontes. Daar zit ons hele model eigenlijk, is daarop op gericht. En dat gaat heel stap voor stap. En dat is denk ik wel wat je moet realiseren in deze branche. We zijn door de jaren heen, is natuurlijk alle bladen, et cetera, die hebben altijd maar gezegd een sixpack in 6 weken en dat soort dingen. Alleen dit gaat echt over de lange termijn. Het gaat over een lifestyle. Het is niet voor even, maar voor de rest van je leven. En ik denk dat dat een belangrijk aspect is, ook voor trainers, om je daarop te richten. Hoe zorgen we ervoor dat mensen het ook daadwerkelijk vol gaan houden? Dat is echt de meest cruciale... En dat is ook wel cruciale... een beetje die je een beetje ziet, toch? Lifestyle coaching wordt steeds meer... Ja, klopt. Ja, het zijn trajecten die je ingaat, niet weer je factuurtje. Dus die hele insteek wordt. Ja, en dat is denk ik het mooie ook van iets op abonnementsbasis doen. Ja. Is als jij terugkerende inkomsten wil, dan moet je ook terugkerende waarde geven. Dus het is aligned met elkaar over het algemeen. Ja. En dat vind ik wel heel mooi en dat zie je natuurlijk bij... Denk aan bijvoorbeeld een Netflix. Ja, die moeten content blijven toevoegen, waarde blijven leveren, want anders ga je naar een andere partij. En ik denk dat ook voor de sportschoolbranche, de fitnessbranche, de gezondheidsbranche ook heel erg belangrijk is om echt die members centraal te zetten en daar de engagement van te verhogen, zodat die member zijn of haar gewenste resultaat behaalt, wat dat dan ook is voor die member, waardoor die member ook bij je blijft. Hoe doen jullie dat in Personal Body Plan? Als ik bijvoorbeeld kijk naar iemand die 3 maanden in een programma zit en iemand die er 3 jaar in zit. Ja, dat is al goed om te zeggen dat wij geen programma's van 3 maanden hebben. Ja. Dus wij hebben minimaal 6 maanden, omdat wij minimaal 6 maanden nodig hebben om jou ook echt iets aan te kunnen leren. Dus we hebben bijvoorbeeld dagelijkse gedragslessen of op werkdagen. En daarin onderbouwen we ook echt onze adviezen
waarom we jou iets aanbevelen. Kijk, uiteindelijk moet jij hetzelfde in de praktijk doen. Dus ja, we zijn geen wondermiddel, dat zeggen we ook altijd. We zijn uiteindelijk maar een hulpmiddel, want uiteindelijk ben jij degene die de regisseur is van je leven. Dus het is uiteindelijk aan jou om het in de praktijk toe te passen. Maar wij kunnen je wel zo goed mogelijk gidsen. Dus in communicatie, in de functionaliteiten in de app, dus de gedragslessen, het bijhouden bijvoorbeeld van je voeding, recepten, je trainingsschema. Ja, dat is allemaal geïntegreerd met elkaar, zeg maar. En daar gaan we heel erg stap voor stap helpen we je daarmee op weg. Dus 6 maanden, 12 maanden, 18 maanden, dat zijn een beetje onze abonnementsvormen. En ja, wij geloven er heel erg in dat er niet een begin en een eind is eigenlijk, maar dat ja, iets is wat je constant een continue factor is eigenlijk in je leven als je het echt op de lange termijn wil volhouden. Mooi. Hey, jij zei het eigenlijk al in het begin, want dat is de vraag die jij jezelf hebt gesteld toen je ging studeren en personal body plan groter wilde maken. Hoe kan ik technologie inzetten om meer mensen te helpen? Dus hoe kan ik, ja, om op te schalen en dus meer mensen te helpen? En wij kregen ook een kijkersvraag van hoe kan je dat nou doen? Nou, ik kan me voorstellen, jij hebt dat gedaan met personal body plan. Er zijn meer manieren om het te doen uiteraard, maar zie je hier kansen in voor ondernemers? Ja, zeker. Dus als je kijkt naar Changing Life. Changing Life is eigenlijk echt een health- en wellnessbedrijf met technologie als hart. Dus vaak worden we ook al meer als techbedrijf gezien. En dat is ook wel logisch, omdat technologie ons hart vormt. Zonder technologie, ja, dan wordt het heel lastig om de mensen te helpen. Ik was er natuurlijk al relatief vroeg bij. Dus toen wij de technologie begonnen te ontwikkelen, is ons technologisch platform, dat is volgens mij al 2011. Dus dat is alweer echt al heel wat jaren geleden. Dus inmiddels zijn er natuurlijk meerdere oplossingen op de markt, ook die je als ondernemer kunt gebruiken. Dus ik denk ook in dit geval weer heel belangrijk om een keuze te maken. Ja. Dus of ga ik dit zelf ontwikkelen, of ga ik kijken, hey, wat voor technologieën zijn er op dit moment op de markt en kan ik daar gebruik van maken? Ja, want nou ja, jullie weten als geen ander, het ontwikkelen van technologie is een vak apart. Kijk, wij hebben inmiddels een heel development team met UX design, product leads, developers, meer data gericht, zeg maar. Ja, dat is vaak een heel ander type DNA in je bedrijf dan dat jij een sportschool-eigenaar bent die heel goed is in het runnen van een fysieke locatie. Ja, want je ziet ook heel vaak dat personal trainers of coaches gewoon, die hebben de passie voor het mensen helpen, maar het technische aspect is niet per se wat hun ligt, waar ze goed in zijn. En je zei toen straks ook al outsourcen, ga kijken wat je kan gebruiken. En ja, ik wil het wel even aanhaken. Ik denk dat Virtua Gym daar ook gewoon een hele goede oplossing is. Je zegt, je hebt twee keuzes. Of je doet het zelf, of je gaat met een partij aan de slag. Bijvoorbeeld Personal Body Plan of Virtua Gym. Misschien nog een keer goed om uit te leggen wat ons coachingsplatform doet. Ik weet niet of jij daar even iets Ik denk, als key account manager over kan vertellen. Nou, jij zei het inderdaad zelf al. Je kan het gaan uitbesteden om of kijken wat er op de markt is. En ik denk dat het voordeel inderdaad is dat je met Virtua Gym bij een platform terechtkomt wat op heel veel verschillende manieren al heel veel gaatjes kan gaan vullen op. Ja. Dus je hebt een hele voedingsmodule, je hebt een workout module. Dus je kunt makkelijk de trainingsprogramma's ook voorschrijven. Dus het vult heel veel op wat je dan als personal trainer inderdaad niet meer uit handen zou moeten geven. Of waar je zelf veel tijd aan zou moeten besteden om dat op de rails te krijgen. Dus ik denk dat het daarin zeker een goede optie is. Ja, en ook voor personal trainers om hun tijd efficiënter en effectiever in te delen. Dus hoeveel tijd wil je besteden aan het maken van je trainingsschema, facturatie, meer administratieve dingen? Mm-hmm. Of meer mensen helpen? Ja, daar zit natuurlijk, dat is eigenlijk mijn frustratie waar ik ooit ook mee te maken had. Natuurlijk toen ik nog in PDF'je deed. Want ja, dat sturen en dat was gewoon heel veel werk. En nou ja, wij zijn dat technologische platform echt zelf gaan ontwikkelen. Maar ik denk dat inderdaad de keuze is hoe je het wil inrichten. Maar dat technologie je kan helpen om het efficiënter en effectiever in te vullen. Ja, dat lijkt me heel logisch. Als je vandaag de dag waarin we zoveel software... Zeker. En je hoeft het ook niet opnieuw uit te vullen. Nee, zeker niet. Ja, zeker. Oké.
door de coronacrisis is denk ik bij heel veel ondernemers het kwartje ook wel gevallen. Want sporten gaat niet meer alleen over sporten in de sportschool, maar veel meer dan dat. Dus ook thuis, ook buiten. Je krijgt een hybride model. Jij voorzag het al veel eerder. Dat vond ik wel leuk dat je het zei ook in onze prep-meeting. Jij zei, deze trend was eigenlijk al langer gaande, maar de fitnessbranche is eigenlijk altijd afwachtend geweest. Ja, dus ik heb er ook wel eens wat over gepost. Volgens mij is dat, kijk, noodzaak zorgt voor verandering. Zeker. Dus het is niet zo dat die trends niet al gaande waren. Ze zijn alleen versneld doorgevoerd. Ja. En dat is denk ik belangrijk om te beseffen. Dus ja, het is natuurlijk altijd beter om die veranderingen al door te gaan voeren voordat het echt noodzakelijk wordt. Maar zoals ik al eigenlijk al zei helemaal in het begin, is toen ik naar de sportschool ging, toen had ik al heel snel door dat het niet begint en eindigt binnen die vier muren van de sportschool. Want ja, als je kijkt naar hoe vaak mensen daar, hoeveel tijd ze überhaupt besteden binnen die vier muren van de sportschool, als je echt een positieve invloed wil uitoefenen op mensen hun leven, zul je ze dus ook moeten begeleiden buiten die vier muren van de sportschool. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk om te beseffen. En waar ik ook wel zie dat dat niet meer gaat verdwijnen. Dus nee. Als je kijkt, we doen ook best wel wat onderzoek. En dan zien we dat ook daadwerkelijk in onderzoek. Toevallig deze week nog onderzoek gedaan onder een best wel grote populatie. Volgens mij hebben er 2000 mensen de enquête ingevuld. En dan zien we ook daadwerkelijk dat er een grote behoefte is aan een combinatie. Dus waar eerder we misschien zagen als losse doelgroepen, dus mensen die buiten trainen, mensen die thuis trainen en mensen die naar de sportschool gaan, yeah. Zien we nu veel meer dat ze kijken van hey, wat past er in op dat moment het beste bij me. En wij hebben dat bijvoorbeeld in de app ook helemaal ingebouwd. Dus bij ons kan je als member wisselen tussen een trainingsschema voor in de sportschool, een trainingsschema voor thuis of een trainingsschema voor buiten. Nou. Ja, die vind ik heel mooi en die wil ik ook wel echt als tip meegeven voor ondernemers. Want het is niet meer alleen binnen de sportschool. Dus als je schema's gaat maken, doe het dan voor binnen, voor in de gym, voor thuis, ja, en voor buiten. Ja. En zorg dat mensen kunnen wisselen en kiezen op wat voor dag ze wat gaan doen. Ja, en het gaat flexibel. Ook gewoon om de ervaring. Dus als je die members wil helpen. Eerder noemde ik al het voorbeeld van vrouwen die zwanger worden of die bevallen zijn, die wij dan helpen. Nou, die willen misschien wel naar de sportschool gaan, maar ja, kan niet naar de crash. Ja, dan heb je dus de keuze of ik ga niet trainen naar de sportschool of ik ga helemaal niks doen. Ja, en daar kan je dus nu, zou je dus heel makkelijk kunnen switchen bijvoorbeeld door naar thuis trainen te gaan, zodat je überhaupt wel je training doet. Dus vanuit onze filosofie maakt het niet uit waar, wanneer je training doet. Als je hem maar doet. Want consistentie is de sleutel, yes, tot succes. En hadden jullie deze strategie ook al voor de pandemie? Ja, dus we zijn ooit begonnen met echt gericht op de sportschool. Dus dan ging je met je personal body plan trainingsschema naar de sportschool. Ik denk dat wij in 2017 eigenlijk al thuis en buiten hebben toegevoegd. Yeah. Omdat wij dat al heel snel zagen. Van ja, mensen willen gewoon trainen waar ze op dat moment uit komt. En of dat nou in de sportschool is of thuis of buiten. Ze moeten gewoon on-demand kunnen switchen. Dus ik denk dat je als sportschool zijnde, als je relevant wil blijven, dat je dat ook wel daadwerkelijk aan moet bieden. En het gevaar is natuurlijk nu de sportscholen weer open zijn, dat ze dat volledig weer laten liggen en zich alleen maar gaan focussen op de sportschool. En ja, denk je dat dat gebeurt? Want ik denk dat het gevaar daar is, ja. Het gevaar zit er zeker. Ik denk de komende periode misschien nog niet, want 30 is best wel beperkt. Ja, ook als ik kijk naar mijn gym, ik kan één keer boeken. Ik moet geweest zijn en dan kan ik pas weer boeken. Dus realiteit is, ik kan niet een aantal dagen per week naar de sportschool. Dus ze zullen me ook iets anders moeten bieden voor die dagen dat ik niet kan gaan. Ik denk dat dat de komende tijd nog wel. Denk je dat het daarna dan uitgaat? Ja, nee, dat weet ik niet. Maar misschien ligt het gevaar er inderdaad. Ja, ik denk dat het risico er is. Maar ik zou wel aanbevelen om het erin te houden. Ook gewoon omdat je
een grotere impact hebt op het aantal uur, zeg maar. Dat je iemand kan begeleiden en dus een hogere engagement. Ja. En we weten dat een hogere engagement leidt tot een hogere retentie. Ja, en zorg dat die touchpoints bij jouw club blijven. Dus bied die trainingsschema's vanuit jouw club aan. Zorg niet dat ze op YouTube moeten gaan zoeken dat naar is een, het. Naar is een de video stickiness workout. Van je brand. Ja, en dat is dus wel de vraag dat... Ja, wat wordt de nieuwe positionering van de sportschool in het ecosysteem? Dus is het nog steeds de centrale plek? Of is het een van de spaken in het wiel? En ik geloof er heel erg in dat die member centraal staat. Ja. En dat de sportschool een van de faciliteiten is die een member nodig heeft... om zijn of haar gewenste resultaten te behalen. Je hebt het ook ooit over gehad met, even denken, Peter Wolfhagen. En hij heeft het over het ecosysteem van de fitnessbranche gehad. En daar zag je echt een verandering van hoe het voorheen was. Dus dan had je het ecosysteem was een low-budget keten, een middensegment boutique studio. En nu is het ecosysteem de member in het midden. En dan inderdaad online, sportschool, buiten, wearables, noem maar op. Echt. Inderdaad, wat je zegt. En ik denk dat je ook naar een situatie toe gaat waarin de naam van een merk niet meer zo'n image aan een sportschool alleen, maar aan een heel brand. Dus bijvoorbeeld bij jullie Changing Life, dan denk je niet zomaar aan een plek waar je heen gaat om te liften of wat dan ook. Je denkt aan het hele brand eromheen. Ja, en dat noemen wij dus de Complete Lifestyle Experience. Yeah. Dat is wat wij willen bieden. En ik krijg ook best wel vaak de vraag, omdat wij natuurlijk vanuit een digitale kant zijn binnengekomen, van ja, gaat online dan offline helemaal vervangen? Maar daar geloof ik helemaal niet in. Ik zie dat ook niet als twee verschillende werelden. Ik zie dat als één wereld. En je moet die member zo goed mogelijk kunnen helpen op het moment waar die in de situatie waar die op dat moment is. En er zullen mensen zijn die helemaal niet meer naar de sportschool gaan of helemaal geen zin hebben om naar de sportschool te gaan. Ja, betekent dat als sportschool zijnde dat je die mensen dan niet meer kunt helpen? Want wij weten bijvoorbeeld al dat 25% van onze members die gaat helemaal nooit naar een sportschool. Maar die kunnen wij nog steeds wel helpen. Dus dat is ook interessant. Ja, dus als je die zou uitstaat, dan zou je dus eigenlijk zelf je doelgroep gaan verkleinen. Precies. Ja. En dan is mijn volgende vraag, van gaan er dan ook nieuwe abonnementsvormen komen bij traditionele sportscholen? Of, ik zie daar wel een hele grote kans in. Kijk, jullie doen het waarschijnlijk, ja, jullie doen het al. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een sportschool nu ook abonnementen gaat aanbieden voor mensen die überhaupt nooit naar de sportschool gaan. Dan zie ik het groter dus, online. Ja, dus wij hebben... Of thuis of buiten. Ja, je had het dus net over het hybride model. Dus en ik geloof eigenlijk in de combinatie tussen een omnichannel en een hybride model. Dus omnichannel betekent eigenlijk de combinatie tussen online en offline. En als je kijkt, eigenlijk zie je dat in heel veel verschillende branches. Ik maak vaak gebruik vaak het voorbeeld van de muziekbranche. Dus daar, dan heb je hebt eigenlijk twee manieren om geld te verdienen. Dat is in de bundel en uit de bundel. Er zijn ook best wel mooie artikelen over geschreven. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt in de muziekbranche, had je in eerste instantie had je de cd's. Dus dan kocht je een cd, dat had dan 20 nummers. En je luisterde er eigenlijk maar 5, maar je betaalde voor 20. Ja. Toen kreeg je eigenlijk een variant dat het uit de bundel werd gehaald met iTunes, waar je ging betalen per nummer, volgens mij een euro of per nummer. 1,29 of zoiets. Ja, in ieder geval een bedrag per nummer. En vervolgens werd er weer een nieuwe bundel gecreëerd met Spotify, waarbij je voor 10 euro toegang hebt tot alle nummers. En ik denk dat je dat ook een beetje in de fitnessbranche gaat zien. Dus in eerste instantie had je alles onder één dak. Mm-hmm. Spinning, yoga, fitness, nou, alles bij elkaar. Nu zitten we denk ik een beetje in de fase dat de verschillende componenten uit zijn gehaald. Dus individualisering van concepten. Ja. Dus de boutique studio, je hebt zelfs een roei, zwem, alles. Ja, en ik denk dat er dus weer een soort van vernieuwde bundel gaat ontstaan, waarbij offline en online met elkaar gecombineerd worden. En waar het dus heel belangrijk is om als partners met elkaar te gaan samenwerken. Want ja, we hadden het er net al over. Technologie zit niet bij ieder in zijn DNA. Dus je kan ook natuurlijk samenwerken met partners die daar wel geschikt voor zijn. Dus dat is bijvoorbeeld een propositie waar wij op dit moment bezig mee zijn om verder uit te werken. Is van, hey, hoe kunnen wij sportscholen
nou helpen om ook die online coaching variant aan te bieden? Dus hoe kunnen wij ze helpen om ook buiten die vier muren van de sportschool hun service aan te bieden? Ja, absoluut. En dat is ook iets wat wij wel heel vaak promoten, zeg maar. Ga ook aan de slag met coaches, met fysiotherapeuten, met iedereen die bijvoorbeeld in je dorp of je stad waar je woont. Ga kijken waar je die strategische partnerships kan sluiten. Want dan kom je denk ik veel verder. Ja, dus ik denk wel dat het zeker dat het die kant op gaat. En dat is ook wel waar wij ons op richten. Kijk, wij hebben, zoals ik al zei, wij geloven heel erg in de combinatie tussen online en offline. Ja. Omdat het elkaar echt gaat versterken. En omdat als je die members centraal zet, dan is het eigenlijk heel logisch om dat te doen. Wij hebben zelf een fysieke locatie. Daaruit blijkt al dat we dat model omarmen. Het is niet zo dat wij op elke hoek van de straat een Changing Life Hub neer gaan zetten, helemaal niet. Nee, dat wil ik inderdaad ook nog vragen. Nee, dus dat zie ik niet als onze... Dus jullie hebben nu één fysieke locatie, toch? En ja, dat in Amsterdam. Is ook de planning om het daarbij te houden? Nou, het kan best wel zijn dat we in de toekomst, zeg maar, een soort van wij zien het meer als een soort van showroom. Dus het gaat echt om de ervaring. En het helpt ons om het verhaal te vertellen, omdat online iets aanbieden is voor sommige mensen is dat best wel lastig. Het is hetzelfde als Coolblue, die ook fysieke winkels neerzet. Dat is ook omdat ze zien dat op het moment dat zij iets fysieks openen, het ook zorgt voor vertrouwen en meer online omzet in die steden waar ze een fysieke locatie hebben. Dus het zou wel heel goed kunnen dat wij strategisch gezien in steden of dat wij daar een hub openen om te kijken van hoe kunnen we daarmee beter ons merkbeleving naar buiten brengen. Maar het is niet ons doel om, daarvoor willen we dus liever samenwerken met bestaande locaties, omdat het in hun DNA zit om die faciliteit te runnen. Daar zijn zij veel beter in dan dat wij dat zijn. Ja, en je zegt heel mooi, de member moet gewoon centraal staan. En wat ik me nog kan herinneren van ons voorgesprek, wat ik heel interessant vond, is dat het traditionele fitnessmodel ook vaak was dat zij leefden van members die niet naar de gym kwamen, slapende leden. Mm-hmm. Toen zei jij, moeten we dat nog wel willen als fitnessbranche? Nou, ik denk dat we dat überhaupt nooit hadden moeten willen, maar... Nee, maar het is wel realiteit. Ja, ik denk dat daar wel een grote verschuiving in gaande is, omdat er natuurlijk ook veel mensen in de branche actief zijn die echt een passie hebben voor het helpen van mensen. Dus ik ga ervan uit dat die dat sowieso al doen. Alleen ik denk dat eigenlijk wat jij net al zei, van ik eis eigenlijk van mijn sportschool dat die meer gaat bieden. Ik denk dat de consument het gewoon gaat, dat het een eis is van de consument, zeg maar, om centraal gesteld te worden. Dus dat het ook echt gaat om die member helpen naar zijn of haar gewenste resultaat. Kijk, je gaat met een doel naar sportschool toe. Dan wil je ook dat daar de hulpmiddelen aan worden geboden om jou te helpen dat gewenste resultaat te bereiken. Ik hoop dat die member echt centraal wordt gesteld en dat we die member helpen zijn gewenste resultaten behalen. Omdat ik denk dat het uiteindelijk zorgt dat ook voor een hogere retentie, et cetera. Ja, goed, dus maar onze branche is er ook voor, toch? Ik bedoel, we pleiten al maandenlang dat we open willen. Zeker, maar ik denk dat het voor de consument ook nu een ander verhaal is ten opzichte van 10 jaar geleden, omdat er veel meer keuze is. Dus wij zijn veel meer in staat als consument om eisen te gaan stellen. Het is niet meer, ik heb één sportschool in mijn dorp en daar kies ik voor. Nee, ja, precies. Er zijn meerdere oplossingen te bedenken inderdaad. Dus dat is denk ik ook wel goed, want daardoor moet je altijd bezig zijn om aan kwaliteit te denken. En ik denk inderdaad vanwege de hele coronapandemie dat mensen zich daar bewuster ook van zijn geworden. En wat je zegt inderdaad, ik denk dat we als branche zijnde, en daar schaar ik onszelf ook onder, is, we zijn inderdaad heel lang dicht geweest. Ik denk dat het belangrijk is om inzichtelijk te gaan maken hoe groot de impact is die wij als fitnessbranche daadwerkelijk hebben. Want daarom kunnen we ook gewoon feitelijk echt aantonen wat onze impact is en zullen we veel meer zeggenschap hebben. Ja. Nu zeggen we het wel, maar we kunnen het nog niet genoeg onderbouwen. Dus als je kijkt naar het aantal mensen met overgewicht in Nederland, hoe grote impact heeft de sportschoolbranche nou daadwerkelijk daarop om daar een positieve bijdrage aan te leveren om dat te reduceren?
Hoe denk je dat we dat kunnen bereiken? Nou, ik denk dat bedrijven zoals Virtua Gym, maar ook zoals wij, steeds meer vanuit de data ook kijken. Dus data is ook een belangrijk onderdeel om het verder te personaliseren, de ervaring persoonlijker te maken en daar ook te kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we ook veel meer gaan voorspellen. Mm-hmm. Dus we hebben het allemaal over preventie. En als je aan preventie wil werken, dan betekent dat dat je wil voorkomen. En om te kunnen voorkomen, moet je kunnen voorspellen. En daar is data heel erg belangrijk voor. Ja. Dus ik denk dat dat een belangrijk aspect is waar we als branche zijnde nog veel in kunnen groeien. Om echt aan te kunnen tonen wat onze positieve bijdrage is. En dat ze dus eigenlijk niet meer om ons heen kunnen. Ja. Moet het natuurlijk wel blijken uit de data dat het ook daadwerkelijk zo is. Eens. Trouwens. Zeker. We gaan bijna naar de kijkersvragen. Er zijn een aantal ingestuurd, maar nog één laatste vraag voordat we dat gaan doen. Wat heb jij van deze pandemie geleerd en hoe heb je dat toegepast binnen jouw bedrijf? Ja, dat het leven constant aan verandering onderhevig is. Dus ja, ik denk dat het changing life ten voeten uit is. Dus ik denk dat het belangrijk is om altijd trends in de markt in de gaten te houden. En al veranderingen in gang te zetten op het moment dat het niet noodzakelijk is. Nou wil ik niet zeggen dat ik een glazen bol heb, helemaal niet. Maar ik hou wel heel goed in de gaten wat het gedrag is van de consument. En daarvoor hoef je niet alleen maar te kijken naar de fitnessbranche, maar daar kan je ook naar andere branches kijken die ons al voor zijn gegaan in in de trends die gaande zijn. Dus dat is denk ik belangrijk wat ik daarvan heb geleerd. Ja, en een heel goed team hebben. Weet je, ik kan wel van alles bedenken, maar op dat zolderkamertje. Maar ja, inmiddels. Je moet de juiste mensen om je heen. Ja, inmiddels hebben we een team van bijna 50 life changers. En dat is denk ik, dat heb ik wel echt geleerd nu ook met op afstand werken. Gelukkig hadden wij dat altijd al wel, dus ook daar hadden we al een hybride model, want dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ook doe wat werkt voor jou. Ja, we hebben developers, ja, die vinden het bijvoorbeeld fijner om wat later te beginnen en in de avond door te gaan, terwijl de anderen zijn die juist heel vroeg willen beginnen. Ja, mij maakt het niks uit wanneer je werkt, want het gaat veel meer om de uitkomst, ja, zeg maar. En dat is wel wat ik echt heb geleerd, is omarm dat en omarm ook die verandering. Verandering wordt vaak gezien als iets engs. Maar het zorgt er ook voor dat je kunt groeien, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Ik denk dat we best wel goede dingen ook uit deze crisis hebben. Ja, en ook weet je wel, weer meer de natuur in bijvoorbeeld. Ja. Weet je, ik was bijvoorbeeld iemand die echt naar de hub ging en echt binnen wilde trainen. Nou ja, nu werd ik gedwongen om ook iets anders te gaan doen. Ja, ik heb het buiten trainen. Ik lees ook veel reacties van sportscholen die dus weer naar binnen gaan. En waar members dus echt zeggen, maar ik wil eigenlijk liever buiten blijven trainen. Ik vond het gisteren echt heel gek om binnen te trainen. Ja. Waar is mijn frisse rug? Dus dat is heel interessant. En bijvoorbeeld ook andere aspecten, weet je wel, meer ontspannen. Ik heb bijvoorbeeld het skaten weer opgepakt, ik vroeger deed. Ik hou er echt van om de natuur in te gaan. Dus ja, dat is ook wel dingen heel positief, vind Zeker, ik. Zeker, absoluut. En luister ook naar je members. Als members liever buiten willen en communiceer altijd met ze. Dus ik denk dat als je gewoon heldere communicatie hebt en ook daar transparant in bent, ja, je kan het ook niet mooier maken dan het is. Dan wordt dat ook heel erg gewaardeerd. Dus voordat überhaupt al werd aangekondigd dat bij de eerste lockdown dat het dicht moest, hadden wij al een paar dagen daarvoor al gecommuniceerd van stel dat het dicht gaat, deze en deze aanpassingen kun je doen en ondernemen om erop in te spelen, zeg maar. Dus ik denk dat dat gewoon belangrijk is om in contact te blijven met je member. Ja, nou laten we doorgaan naar de kijkersvragen. De eerste, biopsychosociaal model wetenschappelijk onderbouwd? Ja, goede vraag. Zoals ik al helemaal in het begin zei, is het vooral geopperd als een verklarend model. En er wordt inderdaad steeds meer onderzoek naar gedaan, naar holistische modellen, geïntegreerde modellen. En daar zie je ook wel echt dat het effectief is, zeg maar. Wij hebben eigenlijk een praktische vertaalslag ervan gemaakt door de domeinen body, mind en life te noemen. Mm-hmm. En als je kijkt binnen de domeinen, dan handelen wij altijd vanuit een evidence-based basis. Ja, want we hebben een team van experts, die zijn ook wetenschappelijk onderlegd. Dus als je kijkt naar onze adviezen die we geven, dan is dat altijd vanuit de wetenschap. Ja, en
een vraag van Frans, die zit nu live mee te kijken. Hoe meet jij je resultaten met je biopsychosociaal model wat je hanteert? Ja, ook een goede vraag. Wij hebben elke 4 weken meten we. dan voeren mensen verschillende soorten metingen in. Dus denk aan lichaamsomtrekken, dat soort zaken. Dus daarin kunnen wij al echt meten wat het effect is. Want dan meet je eigenlijk alleen het fysiek en dan meet je die andere. Precies. Nou ja, we hebben natuurlijk dat, dat de coach wordt beoordeeld, dus daar kunnen we al meten. En we zijn nu veel meer aan het kijken ook naar vragenlijsten. Dus je hebt best wel wat wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarin je kwaliteit van leven, et cetera, kan meten. Dus dan uiteindelijk vanuit die data kun je weer zien van hoe goed doen we het nou daadwerkelijk? Ja, dus ja, dat beantwoordt denk ik wel de vraag. Ja, dus daar zijn wij. Dus we zijn nu bezig met de ontwikkeling van Personal Mind Plan. Dus nou, weet je, vanuit die domeinen, we geloven dat die domeinen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus Personal Mind Plan is eigenlijk eenzelfde soort principe als Personal Body Plan. Dus ook met het Team Around the Team model, daar is de expert psycholoog. Dan hebben we Personal Mind Coaches. Dus bij Personal Body Plan hebben we Personal Body Coaches. Bij Personal Mind Plan hebben we Personal Mind Coaches. En daar gaat het dus echt om je mentale gezondheid. Dus we doen dan ook, we houden ervan om in co-creatie te ontwikkelen met members. Dat is denk ik ook nog wel een tip. Is dat je zo snel mogelijk in het proces, als je iets wil gaan lanceren, om je members daar ook bij te betrekken. Dus onze UX designer die heeft ook net interviews gehouden, echt met members, van om Personal Mind Plan te ontwikkelen. En daar beginnen we eigenlijk ook weer met een MPP. Nou, dat zal iets verder zijn dan het PDF-documentje waar we ooit met Personal Body Plan zijn begonnen. Maar het is wel weer hetzelfde, dezelfde fases, zeg maar. Dus. Customer-centric thinking, ja, dat zet altijd. Kunnen wij ook wel. Dat kunnen wij zeggen. Ja, dat klinkt ons bekend in de oren. Mooi. Ila, heb je nog een vraag? Dit is een vraag die ook naar voren kwam, die ik ook wel interessant vind. En het gaat over de kwaliteit van de coaches. Ja. We hebben eerder, volgens mij was het met Marjolein Meijers, over de audities. Ja, nou ja. We hebben het eerder gehad over, en dat ging voornamelijk over bijvoorbeeld coaches bij Saints and Stars en de boutique studio's. Dat zijn hele specifieke coaches die eigenlijk ook voornamelijk die passie heel erg naar voren laten komen. Dat hoorde ik bij jou net ook. Dus de inhoud die komt via de experts. En het onderscheidend vermogen van de coaches eigenlijk hoe zij zelf zijn, qua persoonlijkheid. Ja. Hoe wordt iemand voor die rol uitgekozen? Ik denk dat je wat heel belangrijk is in dat je zegt, is dat iedereen is uniek. Dus als coach ben je ook uniek, dus je hebt unieke eigenschappen. Bij ons is het zo, nogmaals, die expert die doet de inhoud. Dus dat is echt heel belangrijk. Die coach die is daar niet verantwoordelijk voor. Bij ons is het zo dat je, wat we zien is dat eigenlijk hetzelfde proces wat ik heb doorgemaakt. Ik was eigenlijk member, heb mezelf ontwikkeld. En toen dacht ik van, hoe kan ik van mijn passie, hoe kan ik daar andere mensen mee gaan helpen? Dat is eigenlijk ook wat we doen met onze members. Dus al onze coaches die hebben eigenlijk eerst Personal Body Plan gevolgd om ze echt mee te nemen in onze filosofie. Als je kijkt vanuit Changing Life, dan hebben we eigenlijk 4 onderdelen waar wij ons op richten. Dus we hebben Changing Life Coaching, dat is waar Personal Body Plan en Personal Mind Plan onder vallen. We hebben de Changing Life Hub, dus dat is echt onze fysieke locatie. We hebben de Changing Life Marketplace, dat is onze digitale webshop. Dus waar we aanvullende complementaire producten verkopen en aanbieden en adviseren. En we hebben de Changing... Dat zijn supplementen dan? Ja, bijvoorbeeld. Dus we zeggen altijd, supplementen zijn geen wondermiddelen. Dus op voeding komt op plaats 1 tot en met 9 en op plaats 10 komen een keer supplementen. Mm-hmm. Dus daar bevelen we bijvoorbeeld omega 3 aan, dat soort supplementen. En we hebben de Changing Life Academy en dat is ons opleidingsinstituut. Dus members die geïnteresseerd zijn om coach te worden, die kunnen zich aanmelden voor de Changing Life Academy. Dat is dus ons opleidingsinstituut waarin we coaches opleiden. Er zit een hele certificering aan vast, et cetera. Dat is al de eerste stap hoe wij eigenlijk onze coaches recruiten. Ja. Onze coaches zijn allemaal freelance, dus die bouwen hun eigen business bovenop ons technologisch platform. Nou, op het moment dat ze Academy hebben gevolgd en de opleiding hebben gehaald, dus het kan ook zijn dat ze de opleiding niet halen, dan kan je ook geen coach worden. Dan krijgen ze toegang tot ons tot het coaching platform. Dus iedere coach heeft zijn eigen coaching dashboard. En in dat coaching dashboard heeft een coach 360 graden beeld van die member. Dus alles wat de member invoert in dit geval de Personal Body Plan app en straks ook de Personal Mind Plan app, dat heeft de coach inzichtelijk, zodat die coach daadwerkelijk goed kan coachen. Nou, dat is denk ik heel erg mooi.
Zoals ik al zei, een member kan altijd wisselen naar een andere coach. Dus een coach is er ook alles aan gelegen om kwaliteit te leveren. Want ja, anders dan gaat die member naar een andere coach. En wat ook belangrijk is, is dat de member, de coach, ook daadwerkelijk een beoordelingswaardering geeft. En dat zien wij dan ook weer, zeg maar. Dus we hebben daar een policy voor. Dus de coach lead bij ons is daar verantwoordelijk voor om dat te organiseren. En dat betekent dat je gewoon x aantal sterren moet hebben om actief te kunnen zijn op Dat is ook alweer heel erg geautomatiseerd. Ja, dat is zeker al deels geautomatiseerd en ook weer die member eigenlijk centraal gesteld. En het kan natuurlijk zo zijn dat een coach om wat voor reden dan ook iets minder presteert. Ja, dan bieden we die coach vervolgens ook weer de mogelijkheden om bijvoorbeeld extra modules te volgen om dat omhoog te krikken. Maar het kan ook zo zijn dat een coach niet meer aan de kwaliteit voldoet waarvan wij vinden dat het moet voldoen. En dan zie je ook dat die coaches afvloeien uiteindelijk van het platform. Of niet meer gekozen worden, omdat de member natuurlijk voor een kwalitatieve coach kiest. En dit kun je natuurlijk ook weer vertalen naar als je sportschool-eigenaar bent en je hebt personal trainers of coaches in dienst. Hè? Het recruitmentproces is heel belangrijk om de kwaliteit te waarborgen. Maar ook tussendoor het gesprek aan te gaan met je member. En de coach bijvoorbeeld te laten beoordelen of iets dergelijks. Ja, maar ik denk dat het als sportschool-eigenaar, en dat is ook wel een trend die gaande is natuurlijk, is dat, je had het net al over, dat het zijn echt de trainers die jij noemde, dat zijn echt wel entertainers eigenlijk. Ja. En daar komen mensen ook specifiek voor. En je ziet het natuurlijk in Amerika met Peloton en andere bedrijven. Ja. Dat zijn gewoon een soort van celebrities geworden, echt bekendheden. Ja, daar hebben we het in ons vorige webinar met Baby Broens heel erg uitgebreid over gehad. Ja, en ik denk dat dat wel ook belangrijk is voor sportschool-eigenaren om te beseffen dat ook die coaches en die trainers juist heel erg belangrijk zijn. Ook voor die engagement en ook voor de retentie. Echt weer bij die full experience eigenlijk. Yes. Ja, ik denk het wel. En dat je er dus ook voor moet zorgen dat je die trainer behoudt. Ja. Omdat members ook zomaar met die trainer mee kunnen gaan naar een andere locatie. Ja. Ik heb een kritische vraag van Maarten. Tuurlijk. Waarom is er in de sportschool zo weinig aandacht voor groepslessen in de buitenlucht? En is het vaak meer gericht op personal training of small group buiten? Die variatie aanbrengen zou toch veel krachtiger zijn. Mij weerhoudt het juist om in een binnenklimaat lid te worden bij een sportschool. En dat is precies waar wij het dus net over hadden. Mm-hmm. Die shift ga je dus nu zien. Mensen ervaren dat het buiten heel fijn is om te trainen. Dus ik zou ook wel als tip willen geven, luister weer naar je members. Kijk wat mensen fijn vindt en think out of the box. Eigenlijk, buiten, het valt niet op bij die vier muren. Ja, precies. Het is denk ik, de essentie is, Wij mensen houden ervan om in zwart-wit te denken, maar het is niet of, het is en. Precies. Ja, en als je buiten ruimte hebt. Ja, tuurlijk. Het kan wel binnen je mogelijkheden. In een stad zoals Amsterdam. Maar je kan ook daarin weer kijken van, hoe kan ik eventueel samenwerken met anderen die dat wel weer kunnen bieden. Ja. Dus het is ook elkaar helpen, denk ik. En dat is ook wel wat we hebben geleerd, denk ik, dat we elkaar ook nodig hebben. Ja. Er zijn nog een aantal vragen. We hebben de meeste wel al beantwoord door het webinar heen. Zo vraagt Maarten bijvoorbeeld, hoe kun je systemen of automatisering gebruiken om meerdere klanten te kunnen helpen? Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ja, alleen ik denk dat wel een belangrijke nuance daar is. Kijk, developers willen het graag tot in het eindeloze automatiseren. Ik zelf geloof daar niet in, omdat de mens ook heel erg belangrijk is. Dus het is meer dat je technologie in kan zetten om als coach efficiënter en effectiever te zijn. Ja. Ik persoonlijk geloof echt nog steeds in dat menselijke contact. Ja. En of dat nou online of offline is, dat maakt niet zozeer uit. Maar ja, de mens naar mens, die heeft empathie. Die kan veel meer context nog geven. Dus ik denk wel dat technologie steeds geavanceerder wordt. En veel meer uitkomsten gaat bieden ook, zeg maar. Dus denk bijvoorbeeld in ons geval dat op basis van het systeem, de computer kan natuurlijk heel snel de data analyseren en bepaalde adviezen geven aan de coach. Maar ik denk dat de coach het daadwerkelijk persoonlijk gaat maken in de context van het leven van die member. Dus dat is wel hoe ik daarnaar kijk. Dus de coach weg automatiseren, ik persoonlijk geloof daar niet in. Nee. Het gaat om de combinatie. Ja. Zullen we nog één vraag doen? Ja. Even kijken.
Hoe kun je mensen die in de preparatie- of actiefase zitten het best sturen richting gedragsbehoud? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dus dat je misschien nog even moet toelichten wat een preparatie- en een actiefase zijn. Ja, je hebt dus verschillende fases in gedragsverandering. Dus mensen die erover nadenken om iets te gaan doen en mensen die daadwerkelijk in de actiefase terecht. En de laatste fase is dan behouden. Ja, precies. En dan heb je ook nog weer de relapse. Dus dat we uiteindelijk weer terugvallen in een oude gedrag eigenlijk. En nou ja, mensen die door hun leven heen gaan ze door verschillende fases heen. Ik heb daar zelf bijvoorbeeld ook mee te maken. Begin van corona raakte ik uit de flow. Ja, was verschrikkelijk. Ja. Maar uiteindelijk nu zit ik er weer helemaal in, zeg maar. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, ook hier weer in, is die gewoontes. Dus weet je, verandering is onmogelijk zonder bewustwording. Dus het is belangrijk om die member eerst bewust te maken van zijn of haar ongewenste gewoontes. Dat is het allerbelangrijkste. Vervolgens is het ook natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen dat je gaat kijken naar hoe kan ik die gewenste gewoontes dan daadwerkelijk aan gaan leren. En beseffen ook dat wilskracht een uitputbare bron is. Dus vaak wordt er gezegd dat sommige mensen geen wilskracht hebben, maar iedereen heeft wilskracht, want anders wordt het heel lastig in het leven. Uiteindelijk zijn het die gewenste gewoontes die ervoor zorgen dat iemand ook daadwerkelijk in die actiefase komt en blijft en het ook het gedrag, nieuwe gewoontes ontwikkelt, zodat het geautomatiseerd gedrag wordt. Ja, en daar kan je een heel webinar mee vullen, ja, hoe zeker dat werkt. Maar het is wel een heel belangrijk aspect om te behouden, zeg maar. Bij Personal Body Plan is de eerste pijler gedrag, bij Mind Plan is dat de laatste pijler. Dus dat is ook weer de verbinding, zeg maar. Dus het gaat echt om de gedraging die jij elke dag hebt, die hebben een hele grote invloed uiteindelijk op het eindresultaat. Dus ik zeg ook altijd, ja, je hebt alleen invloed op het eindresultaat wat je vandaag de dag doet. Ja, mooi. Ik vind dat een mooie afsluiter. Ik ook. Ja. Ik wil je hartelijk bedanken, Tom. Jou ook, Ila. Ik vond het een inspirerende sessie. We zijn al jullie ook bedankt. Tijd heen. Ja. Als ik eenmaal begin te praten, dan vanuit passie. Absoluut. Dat merk je wel. De passie die zit er zeker in. We gaan afronden. Volgende week hebben wij een speciale editie, namelijk een paneldiscussie. We gaan het hebben over de toekomst van de fitnessindustrie. En we hebben 3 pioniers uit de branche uitgenodigd, namelijk Hugo Braam, de CEO van Virtua Gym. Marjolein Meijer, de CEO van Urban Gym Group. Die kun je kennen van Train More, Club Sportief en High Studios. En Martijn de Jong, de CEO van Fitar. En ze gaan een aantal statements. Ze gaan discussiëren over een aantal statements. Het wordt super interessant. Ik zou deze kans niet missen. Claim je ticket gratis via onze website. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Fijne dag verder.